zingen Bim Bam Bom. Van harte welkom in het Gein. Van harte welkom iedereen die meekijkt, iedereen die hier is om het op te nemen. Het is zondag 7 februari. De vijfde zondag na Epifanie, na Drie Koningen. Dus alweer de zesde zondag in het nieuwe jaar. Vandaag vertel ik een verhaal over Jezus die zieke mensen beter maakt. Dat is nu helemaal een bijzonder verhaal. Want er zijn veel zieke mensen. Meer dan anders. En veel mensen zijn ook ziek geweest. Dat zal ik ook noemen bij het aansteken van de kaarsen. Maar eerst de grote kaars. God heeft ons het licht gegeven en daarom maken we het licht voor elkaar. En nu de paaskaars brandt, denken we aan Jezus die met Pasen is opgestaan en zo het donker weer licht heeft gemaakt. En we gaan natuurlijk nog meer licht maken met het aansteken van de zeven kaarsen. De eerste kaars steken we aan omdat het zondag is. En ook voor de week die begint met maandag. Voor iedereen die rust zoekt in de drukte van elke dag. De tweede kaars steken we aan voor iedereen die ziek is geweest. Door corona of door iets anders. En voor iedereen die daar nu nog last van heeft. Of die er zich alleen door heeft gevoeld. De derde kaars steken we aan voor iedereen die nu ziek is. Voor iedereen die hoopt dat het overgaat. En voor corona dat de inentingen gaan helpen. De vierde kaars steken we aan voor iedereen die niet meer bij ons is. Voor iedereen die we missen. De vijfde kaars steken we aan voor iedereen die voor anderen zorgt. En die daar heel hard voor werkt. En het graag goed wil doen. En die zich daarin ook wel eens alleen voelt. De zesde kaars steken we aan voor iedereen die bang is voor wat er nog kan gebeuren. Die zich somber voelt en daarom ook alleen. Dat we elkaar steunen waar het kan. En de zevende kaars die steken we aan zoals altijd voor onszelf. Dat we aan elkaar blijven denken. Dat we elkaar troosten als we verdriet hebben. Dat we elkaar helpen waar het kan en waar het nodig is. En dat we genieten blijven van wat we samen kunnen beleven. Vandaag en alle dagen die komen. We sluiten af met: zo bidden we in Jezus' naam, amen. Zo bidden we in Jezus' naam, amen. We gaan zingen. We willen voor God zingen. Halleluja. Alleluia.
mensenkind heeft waarde. Alleluia. Doe de Bijbel weer open, want we gaan verder met de verhalen over Jezus zoals Marcus heeft verteld. Maar ja, vorige week heb ik verteld dat Jezus met zijn vrienden in Capernaum is. En het is hun vrije dag. Ze zijn naar de synagoge gegaan, hun soort kerk. En Jezus heeft van God verteld en hij heeft de mensen rust gebracht. En gezegd, God wil het boze niet en vertrouw maar dat het goed komt. Maar als ze uit de synagoge komen, gaan ze naar het huis van Simon en Andreas. Zo staat het in het verhaal. En toen ik het las, dacht ik, oh, maar nu begrijp ik het. Jezus komt uit Nazareth, dat ligt een stukje verder weg, dat dorp. En Capernaum ligt aan het water, aan het meer van Galilea. En daarom wonen Simon en Andreas, daar natuurlijk, in Capernaum, want het zijn vissers. Als de kerkdienst klaar is, dan gaan wij altijd koffie drinken. Dat doen we hier in het Gein, maar het kan ook thuis. En ik hoop dat als jullie kijken, dat je het dan daarna ook maar doet, want het hoort erbij. Nu het hier niet mag, we moeten voorzichtig zijn, hè? Maar het kon natuurlijk voorheen ook al thuis. En heel veel mensen deden dat altijd, doen dat altijd, bij iemand op visite gaan. En dat is dan gezellig. Dat missen we nu ook vaak. En daarom gaan Jezus en de andere vrienden samen met Simon en Andreas mee, de broers, op visite naar hun huis. Want er is bij hun niet zoiets als corona. En iedereen mag gewoon binnenkomen. En natuurlijk is er iets te drinken en misschien ook wel te eten. Oh, nee. Als ik verder lees. Er is wel iemand ziek. De schoonmoeder van Simon. De schoonmoeder van Simon is ziek. Oh, wat is nou weer een schoonmoeder? Heel simpel. Simon is getrouwd. Hij heeft natuurlijk zelf een moeder en een vader. Die noemt hij ook vader en moeder, of papa en mama. Maar zijn vrouw, die hij getrouwd heeft, heeft ook een vader en moeder. En die noem je dan een schoonvader en een schoonmoeder. Misschien wonen ze wel bij elkaar. Dat gebeurt vaker. Een hele familie bij elkaar, samen. Maar goed, de schoonmoeder van Simon is ziek. Dat is niet gezellig. Ze heeft zelfs koorts en ligt in bed. Jezus en zijn vrienden kunnen misschien beter weggaan. Niks zeggen of een smoesje, maar je kunt het ook al aan hun zien. Dit willen we liever niet. Straks worden we ook ziek. Bah. Maar Jezus gaat toch niet weg. Hij gaat naar de zieke schoonmoeder toe. Hij pakt haar hand vast en helpt haar om op te staan. Ze heeft meteen geen koorts meer. En ze gaat zelfs het eten klaarmaken voor Jezus en zijn vrienden. Wordt het toch nog gezellig? Is Jezus dan een dokter? Kan hij mensen zomaar beter maken? Ik weet, ik vertel het ook vaak, dat hij voor mensen zorgt, zodat ze zich beter gaan voelen. Maar dit is wel echt een verrassing, een wonder. Mensen die ervan horen, komen Jezus ook allemaal opzoeken. En heel veel mensen worden dan beter. Jammer dat Jezus er nu niet is, hè?
dan was iedereen zomaar beter bij ons. Ja, dat zou je kunnen zeggen of denken. Jezus heeft aan zijn vrienden gevraagd om altijd zieke mensen op te gaan zoeken. Vergeet ze niet en wees niet te bang, want ze horen er gewoon bij. En vraag gewoon hoe ze zich voelen en wat je voor ze kunt doen. En praat ook over gewone dingen met mensen die ziek zijn. Een beetje aandacht is al genoeg. En gelukkig doen heel veel mensen dat. Er zijn altijd mensen die voor zieke mensen willen zorgen. Er zijn ook dokters die ze beter willen maken. Dus je kunt ook zeggen dat Jezus een voorbeeld heeft gegeven. En dat veel mensen zijn voorbeeld en dat van andere mensen volgen om het ook te proberen en ook te doen. Al moeten ze er soms zelfs hele pakken voor aantrekken en heel voorzichtig zijn dat je niet meer mensen ziek kan maken. Ziek zijn is niet leuk. En niet iedereen wordt beter, zo is het ook. Soms hou je er nog lang last van, soms ga je er zelfs dood aan. Verdrietig genoeg. Maar het is wel fijn dat er altijd mensen zijn die voor andere mensen zorgen. Ook als het moeite kost, als het moeilijk is, ze doen het toch. Uit liefde, uit zorgzaamheid. En het is ook fijn dat mensen andere mensen beter maken. Ook als dat moeilijk is, moeite kost. Ze proberen het toch. Ook als het niet lukt. Ook, denk ik, uit liefde en zorgzaamheid. En het maakt me blij dat er nu ook zoveel mensen zijn die andere mensen proberen te helpen. Ook als het nog niet lukt, ook als het moeite kost, als het tijd kost. Het lijkt heel gewoon voor een ander zorgen. Maar eigenlijk is dat ook elke keer een verrassing. Een wonder. Dus dank iedereen wel. En we gaan weer zingen. En nu is het lied: Hij ging van stad tot stad, hij sprak tot u ben ik gezond. Stop.
we bidden weer samen voor alle mensen aan wie we denken zoals Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan zingen het lied over het wachten. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. En geen mens kan zonder water en zonder brood. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dan mogen we hiervan weer vandaan gaan met de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met jullie allemaal. God geeft ons zijn vrede en dat zingen we. Shalom allemaal. Als laatste zingen we natuurlijk Lang zullen ze leven voor alle mensen die jarig zijn geweest. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang.
zelfs de lichtbaar in de gloria.